Mijn wow gaat naar het onderzoek over de capabilities approach van Amartya Sen, dat is een Indische ontwikkelingseconoom, en Martha Nussbaum, dat is een Amerikaanse politiek filosoof. En wat zij gedaan hebben is eigenlijk een nieuwe manier bedenken om na te denken over armoede en ontwikkeling, waarbij het niet meer in de eerste plaats gaat over hoeveel geld hebben de mensen, maar wel over de mogelijkheden van de mensen en de basisrechten van de mensen. En dat heeft een enorme invloed gehad op het beleid rond ontwikkeling en armoede. Het klikte zo goed tussen die econoom en die filosofen dat ze zelfs een tijd lang een koppel zijn geweest. Maar los daarvan, als wetenschappers goed samenwerken, dan kan dat vonken geven.